Nou, daar ben ik alweer, hè. Ik was afgelopen vrijdag was ik er en nu ben ik er alweer. En vandaag mag ik jullie weer iets nieuws laten zien. De nieuwe release van de Pocket Full of Happiness. En het is heel leuk, allemaal hele leuke snijmallen, stempels en stencils. Dus ik heb al wat voorbeeldjes gemaakt. En ik zal eerst eens even allemaal laten zien wat voor leuke dingen er binnen zijn gekomen. Nou, er is een hele leuke stencil set van 4 stencils. Als je die dan over elkaar heen legt, zal ik daar even voor doen. Dat is wel echt heel leuk. Dan krijg je een heel leuk achtergrondje. Kijk, op de achterkant van de verpakking staan ook wat afbeeldingen erbij. Even kijken, die leg ik even apart, want dan ga ik daar nog mee aan de slag. Dan is er een heel leuk stempelsetje. Allemaal Engelse teksten die mooi bij het woord friend passen. Dus hi there, hello, hugs, hey friend. Nou ja, van alles en nog wat. Dan is er een snijmal met friend. En die is dan op dezelfde manier als die hey there en hello uit de vorige release. Dan is er een hele leuke set met vlinders. De vorige release was er ook een set met vlinders. Die waren wat groter, dacht ik. En dit zijn een beetje wat kleinere maatjes. En die kun je dan ook allemaal weer leuk over elkaar heen. Dus als je dan deze uitstanst, dan kan deze er weer leuk overheen. Maar je kunt ze ook gewoon afzonderlijk gebruiken. Dan hebben we een hele leuke quilt backgrounds. Die heb ik ook al voorbeeld mee, dus kan ik daar laten zien. En die is dan weer heel leuk bij deze. Want als je deze uitstanst, dan heb je gewoon een hele mooie achtergrond. En als je deze dan apart uitstanst, die kun je daar dan precies overheen leggen. Maar dat kan ik daar ook laten zien aan jullie. Dan hebben we deze achtergrond. Is ook heel erg leuk. Heb ik ook al voorbeelden meegemaakt. En dan heb je hier nog een stempelset. Allemaal met teksten, ook allemaal een beetje op de vriendschap gericht. Dan hebben we een snijmal Love You. Kijk, en op de achterkant staan ook altijd hele leuke afbeeldingen. Dus daar kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien. Dit is een hele mooie roos. Ook een mooie snijmal. Dan hebben we hier libelles. En dat zijn dan ook weer van die mallen die je dan hier overheen kunt doen. Dan hebben we nog een hele leuke stencil set. Kun je ook weer zo'n patroontje mee blenden. En dan hebben we deze achtergrondmal nog. Hier had Virginie al kaartjes mee gepost in de groep, zag ik. Is ook heel erg leuk. En ook weer een plaatje op de achtergrond, op de achterkant. En dan zijn er nog 2 hele mooie stempel sets. Nou, bij deze kun je deze dan als achtergrond gebruiken. En dan kun je die passen dan precies in die ruitjes. En deze kun je ook weer zo'n leuk patroon mee stempelen. Even kijken hoor. Of ik het weer een beetje netjes terugleg. Even kijken. Aan de kant. Deze ook. Nou, dan hadden we al wat voorbeeldjes gemaakt. Even. Ik had er even laten. Doei. Klappen. Zo. Kijk, deze is met dat stencil. Met die set. Maar die zal ik daar nog een keertje maken. Dan kunnen jullie zien hoe het een beetje werkt. En dit is dan die friend mall en dit komt uit die stempelset met 2 van die vlindertjes. Dan heb ik hier die ene met die mooie achtergrond. En dan heb ik hier eigenlijk alleen de vlindertjes gebruikt, dus het is vrij simpel. En als je dan die andere snijmal erbij doet. Kijk, die past dan precies, die valt precies over dit randje heen. Dus heb ik ook weer met de vlinders gedaan. Nou, dit is hem gewoon gepuzzeld. Zoals ik wel vaker doe, deze hey there is van de vorige release. Dan heb ik hier ook weer deze mooie achtergrond gebruikt. En dan heb ik de stukjes van die andere mal heb ik hier teruggelegd. Met een vlindertje erop. En dan hebben we nog
deze, die heb ik dan 4 keer uitgestanst uit verschillende kleuren karton. Dus ik heb eigenlijk nog 2 lege over. Die kan ik nog een keer iets mee doen. En eentje met Hey Friend. Dus die Hey is van de Hey There set van de vorige release. En die Friend is dan van deze release. Dus ik heb alles maar gelijk teruggepuzzeld. Want anders raak je stukjes kwijt. En dan heb ik nog 4 van die achtergrondjes heb ik nog. Dus dat is natuurlijk ook leuk om gewoon een keer zo te gebruiken. Hè, zonder dat je de stukjes teruglegt. Als je dat te veel gedoe vindt. Dus dit had ik al gemaakt. En dan zal ik nu beginnen met die stencils. Want die zijn echt wel heel leuk. Dus ik heb gewoon een vierkantje uitgestanst. Even mijn sticky gridje pakken. En dan plak ik ze wel eventjes vast. En dan begin ik met de steeltjes. Nou, er staat op ergens. Moet ik even kijken, waar stond het? Wat de bovenkant is. Oh ja, hier. Hier staat top. Dus dan leg ik hem ongeveer precies dat hij overal even gelijk eroverheen valt. Dus dan ga ik verder niet uitmeten of zo. Doe ik gewoon een beetje op het oog. En dan begin ik met de steeltjes. Als ik mijn blending tooltje eruit krijg. Zo. En dan kun je daar ook heel leuk zien hoe die hem helemaal opbouwt met die 4 verschillende stencils. Nou, dan pakken we de 2e erbij. Even zoeken, die moet dan zo. Kijk, dan kun je eigenlijk al, als je dan een beetje dezelfde manier aanhoudt hoe je hem erop legt, dan kun je al zien dat ze goed liggen. Door het stencil heen. Nou, dan gaat hij weer eraf. Even
Even kijken of ik mijn lamp een tikje zachter kan zetten. Of dat beter is voor jullie. Zo, hij is wel heel erg licht. Kijk, en dan zie je die bloemetjes hier aan het steeltje zitten. Nou, gaan we naar de volgende. Is het beter zo, het licht? Ik denk het wel, hè? Moet ik even met de verkeerde hand. Kijk, en zo zie je hem steeds voller worden. Dat is echt heel leuk. En dan hebben we een achtergrond met stippeltjes. En die vallen dan precies tussen. En ik had alle producten had ik al gelinkt, als het goed is, bovenaan het filmpje. Dus kunnen jullie alles terugvinden in de webwinkel. Zo. En dan is hij klaar. Kijk, en dan de kleurtjes heb je gewoon een hele andere achtergrond dan bij deze. Dus hier kan ik dan ook wel weer een kaartje mee maken. Dus dit wilde ik even aan jullie laten zien. Dan had ik ook nog een kaartje voorbereid. Dan ga ik wel heel even poetsen. Dus zo kun je heel veel verschillende achtergrondjes maken. En je kunt ook zeggen van ik laat een stencil weg. Hè? Je hoeft ze niet per se alle vier te gebruiken. Kijk, dan had ik al het een en ander voorbereid. En al een ideetje in mijn hoofd. Hm.
Ik dacht, misschien is het wel leuk om dan alleen de stipjes te gebruiken op deze kaart. En ik ga werken in een kleurtje wat ik niet zoveel gebruik, normaal gesproken. Dat is blauw. Maar dan moet ik wel heel even mijn stencil schoonmaken. Want anders gaat het mis. Nou, ik zie allemaal wat mensen binnenkomen. Gezellig. Welkom. Zo. Ja, weet ik, Patricia. Ja. Dat Irina van Blauwe houdt. Kijk, want zo is het ook gewoon leuk als achtergrondje. Als je die bloemen dan gewoon helemaal weglaat. Ook leuk. Nou, dan gaan we eens even kijken of het wordt zoals ik het bedacht had. Gewoon allemaal wat kleurtjes blauw uitgezocht. Zijn er vragen ondertussen of is het allemaal duidelijk?
één knut tekort, zie ik. Dus dan pak ik deze nog even erbij. Doe ik even hier boven in het hoekje. Zo. Dan zijn ze alle zes gekleurd. Zo, even aan de kant. Ik even poetsen weer. Even kijken, wat voor matje gebruik je voor... Deze bedoel je, Judith? Wil je dit matje? Die zat bij de glazen plaat van Tim Holtz. Maar ze zijn er ook van Marianne Design en van Crafty Motions, volgens mij. Dat zijn er van meerdere merken. Kijk, en dan is het heel leuk, want als je deze dan eroverheen plakt, dan krijg je een heel mooi effect. Dus dat gaan we even doen. En dan ziet het er meteen heel anders uit, hè, als je die vlinder eroverheen plakt. En dat kan dus bij al die vlinders. Er zit voor elke vlinder zit er zo'n mooie mal bij. Even kijken, welke mal is voor de vlinders? Ik zal ze zo even laten zien, Miranda. Er zijn verschillende achtergrondmallen, dus. Zo, ik heb even mijn lijn dicht. Even kijken hoor. Waar ze zijn. De vlinders die liggen los, dus moet ik even kijken. Deze heb je. En deze. En deze. Die passen dan heel leuk bij elkaar, deze twee. En dan heb je de vlindertjes. Zitten er volgens mij 7 in, dacht ik. En dan heb je een tussenmaatje en dan heb je nog 3 kleinere. En dan heb je nog
Even kijken. Eén wat ik niet gebruik in achtergrondmol. Deze. Die is ook leuk. En ik zal straks nog even, als ik klaar ben, zal ik nog even mijn voorbeelden allemaal in beeld leggen. Zo. Kijk, nou wil ik eigenlijk die vlinders wil ik dan zo met z'n zessen. Zo een beetje op een rijtje. En dan wil ik hieronder nog tekst stempelen. Deze van de kant leggen. Ik denk dat ik wel zwart erbij doe. Het haalt een beetje op. Dus ik ga even kijken of dat leuk is. Een zwart achtergrondje. En deze. Ja, ze zijn echt allemaal mooi, ja, dat klopt. Dat vond ik ook. Yvonne was aan de verkeerde kant begonnen, zag ik, met de linkjes. Ja, het is inderdaad niet zo heel ingewikkeld, nee, maar ja, dat vind ik wel heel mooi, ja. Zwart eronder, hij haalt het een beetje op. Zo. Even kijken, dan had ik hier een stempelsetje. Dan dacht ik, misschien is het leuk om iets met die friend tekst te doen. Dan moet ik eigenlijk eerst even stempelen, want dan weet ik dadelijk waar ik de vlinders moet plakken. Dus dat doen we eerst even. Ik wil even de stempelhulp erbij. Nou, dan doe ik op het oog een beetje dat hij netjes in het midden zit. En dan pak ik even zwarte inkt. Ik denk dat ik naar Memento doe. Ja, als die hem niet helemaal pakt, dan is het niet erg, want dan kan ik daar gewoon nog een keer netjes op de goede plek terugstempelen. Dat is dan het voordeel van de stempelhulp.
Zo, die maak ik even schoon. En dan even kijken, hier heb ik ze. Wat doe ik er dan bij? Even kijken. Let's catch up soon, friends, doen we. Kijk, doen we dan netjes hier. Ook weer een beetje zo op het oog. Het is ook een heel mooi lettertype, die stempels. Nou, nog één keertje, dan is die wel goed, denk ik. Zo, dan kan deze weer aan de kant. En dan zal ik eerst even de basiskaart maken. Zijn jullie er nog, dames, of lopen de opmerkingen vast? Ja, jullie zijn er nog. Helemaal goed. Soms doet Facebook een beetje raar, hè? Dus je weet het soms niet. Zo, dan snijd ik deze vast even op maat. Een heel klein stukje eraf, denk ik. Een klein puntje.
Nou, dan kan deze op de basiskaart. En dan gaan we eens kijken of het lukt met de vlindertjes. Nou, dat komt er hartstikke leuk uit. Dus daar plak ik even een tapeje onder. Even kijken hoor. Ja, het is gewoon fluweel karton, Yvonne. Gebruik ik altijd voor de basiskaart. En die zijn er in verschillende maten. Dus dit was 15 bij 30. Maar je hebt ook 30-30 en je hebt A5 en A4. En dan stans ik ook eigenlijk altijd mijn malletjes uit en dan kleur ik het zelf met de stress inkt. Nou, kom. Zo. Leg ik hem even een beetje recht zo. Ja, fluweel karton staat gewoon in de webwinkel, Yvonne. Volgens mij heeft het wel zelfs zijn eigen. Is het een aparte categorie, dacht ik. Zo, en dan kan deze er nog op. En dan gaan we er daar nog even. Ik denk dat ik er nog een
plaksteentje opdoe op het lijfje van de vlinder. Haalt hem denk ik nog een beetje op. Kijk, en deze kun je dan een beetje zo, de bovenste laagje kun je dan een beetje omhoog zetten. Even kijken hoor, ik denk dat deze een beetje groot denk ik. Ik denk dat deze beter is, die weer te klein. Die is weer een beetje klein. Dan doen we nog een bling blingetje erop. Gebruik ik normaal gesproken eigenlijk nooit, maar ik had het bij die andere ook gedaan, dat was best leuk. Zo, nou dan heb je eigenlijk vrij snel een kaartje. Niet zo heel lang mee bezig geweest. Ik heb wel wat dingetjes voorbereid, maar. Deze even aan de kant. Heel eenvoudig eigenlijk, maar. Dus dit wilde ik graag aan jullie laten zien. Vanavond zal ze nog even erbij leggen, de voorbeelden. Zijn er nog vragen? En dan hebben we deze nog, hè, die achtergrond. Zal ik dat dan even bijleggen. Even kijken of ik iets heb gemist, want ik zat helemaal niet op te letten net. Nou, fluweelkarton is al gedeeld, zag ik. Deze gaan naar de winkel, Cindy. En ik verstuur ook wel kaarten hoor. Zeker wel. Nou, volgens mij zie ik geen vragen. Hè? Dus dan bedank ik jullie voor het kijken. Vrijdag zijn we er denk ik weer. Ik weet even uit mijn hoofd niet wie er aan de beurt is. Maar het komt vast goed. Ja, nou bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.